De film Inside Out 2 is in 5 dagen meer dan 30 miljoen keer gestreamd. Ook bracht het al meer dan 1,6 miljard euro op aan bioscoopopbrengsten. Ik heb de film zelf ook gezien en natuurlijk leidt dit tot de vraag: was Inside Out 2 echt zo goed? When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. De hoofdpersoon Riley werd gespeeld door Kensington Tellman. En ik had eigenlijk nog nooit een film gezien waarin zij speelde of een soort voice-over deed. En ik vond het zelf wel leuk dat Sadness werd gespeeld door Phyllis Smith, die ook Phyllis speelt in The Office. De director van de film was Kelsey Mann, maar ik heb nog nooit een film gezien die zij ook geregisseerd heeft. En deze animatiefilm met een speelduur van 1 uur en 36 minuten is ook ontzettend goed ontvangen online. De film heeft een 7,7 op IMDb en zelfs 90% op Rotten Tomatoes. En dat is echt bovengemiddeld hoog. De film begint natuurlijk met het oude team uit de vorige film die we terugzien. Bijvoorbeeld Joy, ingesproken door Amy Fuller. This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! En Sadness, ingesproken door Phyllis Smith. Sadness is in the house. Anger, ingesproken door Louis Black. It's anger! Let me at him! Fear, ingesproken door Tony Hill. We gotta get our mouth guard, people! Fear! Disgust, ingesproken door Lisa Lapira. No, no, that's not Eric! Disgust! En Riley, in wiens hoofd dit zich allemaal afspeelt, die komt aan het begin van de film terecht in de puberteit. Our little girl's growing up so fast. Ow. Daardoor komen er nieuwe emoties binnen in haar hoofd, zoals anxiety, gespeeld door Maya Hawke. Hello, ah! I'm anxiety. Where can I put my stuff? En envy, ingesproken door Ayo Edebiri. I'm envy. En nog veel meer emoties die erbij komen, maar die ga ik niet allemaal langs. That's embarrassment. Welcome to headquarters, embarrassment. In de film zijn ontzettend veel pogingen tot humor. We are suppressed emotion! En ik vond het ook echt een leuke film. Ik heb er echt van genoten. Well, that's a preview of the next 10 years. Come on! Ook de muziek van Andrea Detsman, dat zorgde wel voor een extra ervaring. Muziek vind ik heel belangrijk in een animatiefilm. Maar nog steeds, ik ben geen persoon die echt is van animatiefilms. Ik ben maar 3 keer naar de bioscoop geweest voor een animatiefilm. Dat waren Spider-Man Across the Spider-Verse, Wish en Kung Fu Panda 4. En ik heb thuis ook afgelopen 1,5 jaar maar 3 animatiefilms gezien. En dat zijn Spider-Man Into the Spider-Verse, Migration en Star Wars The Clone Wars. Ik vond het zelf wel lastig in de film om af en toe de emoties uit elkaar te houden. Zeker omdat er ook zoveel bij kwamen. En ik vond het deel in de film waarin de emoties het controlecentrum een soort van verlieten en op een soort sidequest gingen het minst leuk. Those guys are jerks. Wow, those guys are jerks. Dat zorgde ervoor dat Riley heel erg de aandacht verloor en dat vond ik erg jammer. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze film moet beoordelen. Dat vond ik best wel lastig, maar ik geef de film een 6,3. Daarmee staat de film gelijk aan films zoals Inception en Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Daarmee eindigt de film ook op plek 69 van de 145 films die ik afgelopen 1,5 jaar heb gezien. En aangezien er straks een top 10 volgt waarin we het gaan hebben over de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. En dat is in dit geval de film Hitman uit de 33ste aflevering. En dan komt de film Inside Out 2 in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat met een 1,1 de film van vorige week, Bellinga Pretpark op Stelten. 24 uur trainen tegen 24 uur show maken. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home. Op 8 staat Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 7 staat met een 6,3 de film van deze week, Inside Out 2. I'm the worst! Op 6 staat Horizon, an American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 5 staat Twisters. You thought you could destroy a tornado. We never had a chance. Op 4 staat The Bike Riders. I'm Johnny. We're the Vandals. Op 3 staat Fly Me to the Moon. Every day something is breaking.
And we're dead. Again. Op 2 staat The Masking Dader. We can still all be a family. En op 1 staat nog steeds met een 7,7 de film Deadpool and Wolverine. You were an X-Man. You were the X-Man. En aangezien ik jullie ook graag nog wil vertellen over de afgelopen 10 series die ik zelf thuis heb gezien, komt die top 10 nu. Op 10 staat met een 4,8 het 20ste seizoen van de serie Family Guy. Family Guy is heel grappig en het is heel raar. En eigenlijk elk seizoen lijkt een beetje op elkaar, maar ik heb er wel weer van genoten. Tell me it wasn't you. Honestly, Lois, I have no idea. My brain can't even think thoughts no more because of the internet. Op 9 staat New Girl, seizoen 4. Wow, you guys are like rubbing alcohol. You sting me in the now, but you save me in the later. Op 8 staat The Bad Batch, seizoen 2. This is the top team. The rogue clones on the run from the Empire. Op 7 staat het eerste seizoen van Black Lightning. What were they saying? That he's back. Is he? Op 6 staat het 18e seizoen van Flikken Maastricht. Op 5 staat met een 7,5 het 4e seizoen van Legends of Tomorrow. Ik heb die heel recent afgekeken en ik vond hem iets naargeestiger dan de vorige seizoenen en daarom iets minder goed. Maar ik heb er nog steeds wel heel erg van genoten. You know, tonight really isn't the night for celebration, Sarah. Op 4 staat The Flash, seizoen 2. Heroes die. Only if you can catch them. Op 3 staat met een 7,9 het eerste seizoen van The Night Agent. The Night Agent gaat over een man die werkt voor een geheime overheidsorganisatie. En die heeft de taak om daarin de telefoon op te nemen. Die eigenlijk nooit gaat. En dan gaat opeens de telefoon. So you want me to be a night agent? I want you to answer the phone for them. It rarely rings. Op 2 staat Legends of Tomorrow, seizoen 3. Sometimes we screw things up for the better. That's a good motto. We should use that. En op 1 staat met een 8,5 het derde seizoen van The Flash. Ik vind het bijna het beste seizoen van The Flash. Ik vond Savitar echt een fantastische bad guy. En het raakte me gewoon heel erg in emoties die ik niet per se had bij eerdere seizoenen. What should we call this brave new world that you've whipped up for us? I was thinking Flashpoint. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Heb jij Inside Out 2 ook gezien? Laat dan zeker weten in de reacties hoe het was, hoe jij het vond. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan gaan we het hebben over It Ends With Us. Ik hoop zeker om jullie dan weer te zien. En ik zou het leuk vinden als jullie die film ook hebben gezien om alvast jullie reacties daarover te lezen in mijn reacties. En dan zie ik jullie dan. Tot ziens, tot later.